Dat was Raj Mohan. En hij komt nu bij mij aan tafel zitten. Raj, welkom. Ik heb al iets over je verteld. Eigenlijk ben ik heel erg benieuwd. Je hebt net een stuk gespeeld van een oudere cd. Mm-hmm. En je hebt een nieuwe cd, heb je uit. Volgens mij zijn het twee werelden van verschil. Het eerste nummer dat we net hebben gespeeld, en dat is een ghazal, een Urdu gedicht, op muziek gezet, gecomponeerd. En uitgevoerd in een lichtklassieke Noord-Indiase stijl. En dat is vrij traditioneel. Een stijl dat is ontwikkeld na de 18e eeuw vanuit de Thumri en Dadra. Dat zijn andere lichtklassieke stijlen. En de ghazal is daar later aan toegevoegd als complete gezongen gedichten van de Urdu-dichters. En daarbij hoor je dus heel veel improvisaties, zoals je dat net hebt gehoord. Ja. Hè? Zowel op de zang als op de tabla. Dus het is een spel van niet alleen melodie en klank, maar vooral ook veel improvisatie. Waaruit je kunt herleiden ook de klassieke ghayal-stijl, hè, wat ik ook heb gestudeerd. Alleen de versieringen in de ghazal, ja, of de Thumri Dadra, ook geleerde stijlen, die zijn iets minder zwaar, zijn wat lichter qua toon, de improvisaties. Kun je het laten horen, misschien? Ja, als je bijvoorbeeld een ghazal zou zingen. Je hebt de introductie gehoord van de ghazal. Als ik dat nou op zo'n klassiek zou zingen, dan zou ik daar veel meer tijd van. Dan hoor je de duidelijk verschil, ja, dat die versieringen veel sneller op elkaar volgen bij de lichtklassieke stijl. Terwijl de ghayal, daar is wat langer uitgerekt, wat ernstiger van toon, van klank. En we zijn nu in 2011, 12 inmiddels. Wat is er allemaal gebeurd? Want dit klinkt toch wel heel anders dan dit. Wat mij altijd heeft beziggehouden is ook de popmuziek. De popmuziek uit de jaren 70, 80, waar ik mee ben opgegroeid. Goed, in Nederland. Hier in Nederland, ja. Maar dan praat ik over popmuziek. Dan moet je denken aan Queen, aan Led Zeppelin, aan Pink Floyd, aan Reichhuder. Maar voelde je je altijd verplicht om hier aan een soort trouw te blijven en niet gewoon popmuziek te gaan maken? Of is dat Nee. Nee hoor. Mijn liefde voor de ghazal, die is ontstaan toen ik 16 was. En op een gegeven moment ben ik op mijn 21ste begonnen met een muziekopleiding om die stijl eigen te maken. Maar de popstijl, die heeft mij altijd wel mijn aandacht getrokken. Maar ik was geen zins van plan om wat überhaupt te vertalen naar mijn muziekcultuur toe. Pas later, een jaar of 15, 16 geleden, toen begon het toch echt te kriebelen. Komt dat, denk je? Waarom begint dat te kriebelen? Want je hebt zo'n mooie stijl van zingen en zo'n rijke muziekcultuur. Hoe kan dat? Ja, is het ook. Ergens wilde ik ook met de eigen taal, hè, de Hindoestaanse taal, dus niet Hindi of Urdu, wat je net hebt gehoord. Precies. Maar die taal Sarnami wilde ik ook iets mee doen. Geen dialect mag je het niet noemen, hè? Nee, dialect mag je niet noemen. Want het is de taal die de Hindoestanen spreken, de Hindoestaanse taal. Zoals in Suriname gesproken door de Hindoestanen daar en de Surinaamse Hindoestanen hier in Nederland. Dat is eigenlijk een soort van een mix van Bhojpuri-talen uit het noordoosten van India, waar onze voorouders vandaan komen. Nou, die taal die lag daar maar te liggen. En er gebeurde niet veel meer behalve in de folklore. En in diezelfde folklore-stijl religieuze liederen. En dat vond ik jammer. Enerzijds. Anderzijds stoorde het mij dat de gemeenschap zelf het niet belangrijk genoeg vond. Niet interessant genoeg vond. Omdat ze opkeek tegen het Hindi, hè, de taal uit India. Uh-huh. Dus lees en schrijf de literaire taal. Omdat ze zo opkeken tegen die taal, dat ze hiermee dit lieten ze braak liggen. Van, die taal, daar kun je eigenlijk niet veel meer mee. En dat heeft me altijd gestoord. Ook, van, verdorie, zeg, dat kan toch helemaal niet. Je wilde zeggen dat er nog muziek in zat in die taal eigenlijk? Ja, ik had zoiets van, er is nog veel meer te behalen met die taal. En als dat kan met een andere Surinaamse talen, zoals de Sranantongo, dan moet dat, of met andere Indiase talen,
Bengaals of Punjabi, waar prachtige liederen in geschreven, gecomponeerd en gezongen zijn. Dan moet dat met onze taal ook kunnen. Ja. En toen ben ik mijn research als het ware begonnen, want ik had geen voorbeeld in de eigen gemeenschap natuurlijk, want dat bestond er niet. Dus ik heb gekeken naar andere talen, naar Fado's, naar Suriname, andere talen, naar India, Bengaals, Punjabi, Sindhi. En zo ben ik op een gegeven moment ben ik een eigen stijl gaan ontwikkelen. Ook als dichter, maar later ook als singer-songwriter. Ja. Want het is duidelijk hierop te horen. Want je gaat ook heel veel kanten op. Het heeft me heel erg verrast, deze cd, in alle uitersten en zo. En het maakt vrolijk. Al die kleuren in de westerse muziek, moderne muziekstijlen, mm-hmm, die mij interesseerden. De ene keer was het jazz, de andere keer singer-songwriter, de andere keer weer alternatieve pop. Soms een beetje lichte rock op sommige nummers nog, ja, te zeker horen. Ik wilde ze allemaal toch wel bij elkaar brengen. Ik dacht van, dan wordt het misschien wel een vrij diverse cd, waarin wel een rode draad te horen is. Hè. Er zit wel een lijn in. Maar ik wilde die keus nu even niet maken van, oké, we gaan een cd alleen maar opnemen met singer-songwriter dingen. Ik heb wel genoeg nummers, dat is het punt niet. Maar ik wilde mijn gevoelens eigenlijk botvieren op Daira. En dat is uitstekend gelukt. Ja. En je hebt wel een aantal muzici bij ingezocht, hè, die hebben geassisteerd, of die in ieder geval ook de arrangementen hebben. Laurens van Haafden bijvoorbeeld. Ja, Laurens is een hele belangrijke muzikant geweest. Dus niet, dat zijn ze allemaal, maar Laurens is ook medeproducent van de cd en ook de belangrijkste arrangeur. We hebben samen de stukken ook gearrangeerd. Vele stukken heeft hij bijna alleen gearrangeerd. Die samenwerking die was van wezenlijk belang vanuit zijn achtergrond als popmuzikant in verschillende genres. Om dan uiteindelijk tot een nieuwe Hindoestaans-Indiaans-Westerse crossover te krijgen die op zichzelf stond. Want je moet je voorstellen, ik ben opgegroeid met, behalve met de Hindoestaanse folklore en de religieuze muziek, ook met Bollywood, met Bombay filmmuziek. En daar gebeurt heel veel in. Heel veel kleuren zijn daarin terug te vinden. Van folklore tot en met klassiek, ja, ja, en pop en rock en jazz. En om dat allemaal te omzeilen was niet eenvoudig. Dus ik heb me min of meer een jaar of twee afgezonderd. Niets meer geluisterd om echt te werken aan 2,5, misschien iets langer. Aan Daira. Samen met Laurens echt ervoor gaan zitten. Echt uren voor één stuk. Omdat... Ja, er waren natuurlijk ook cultuurverschillen. Hè, ja, natuurlijk. Dat lijkt me enorm. Maar je ziet er happy uit, moet ik zo zeggen. Ook achter de microfoon, als je er meteen alleen gaat zingen en niet aan het harmonium vastzit. Want dat lijkt me ook ergens wel heel benauwend, of niet? Dat je altijd aan dat instrument vastzit. Of dat vind ik een hele bevrijdend. Vind ik een belangrijke opmerking. Ja, het was ook een bevrijding. Ik wilde niet afhankelijk zijn van een instrument. Nee. Ik ga je uitnodigen om nog een stuk te gaan spelen van je nieuwe cd. En het is een, wat mij betreft, een regelrechte hit. Ga ik doen. Hij gaat erin als koek, om het zo maar te zeggen. Dankjewel voor je komst. We gaan luisteren naar Raj Mohan. En we gaan een nummer luisteren van zijn nieuwe cd. Dat is die.